Thans bent u schroomvallig in afwachting van het befaamde slotevenement van de muziekschool. Grootser dan ooit wegens het heugelijke feit dat de muziekschool haar 40-jarige bestaan viert. Tezamen bijeengekomen hier voor de deuren van het Barneveldse Schaffelaartheater. Deze schouwburg draagt de naam van ons Barneveldse icoon Jan van Schaffelaar. Wij wanen ons terug in de tijd naar het jaar 1482. Een dag die ons heden ten dage in het geheugen is gegrift. Op 16 juli sprong Van Schaffelaar als held van de toren van de Oude Kerk. Een memorabele heldendaad die vandaag een nieuwe wending krijgt. Onder leiding van Menne Smallebroek. Van harte wel. Wat fijn dat u hier bent gekomen om gezamenlijk de verjaardag van de muziekschool te vieren. En dat doen we vanavond met een muzikale voorstelling geheel in het teken van Jan van Schaffelaar. En daarvoor vertel ik u een klein stukje geschiedenis. We gaan naar de tweede helft van de 15e eeuw. In die periode was er binnen de elite van het graafschap Holland nogal wat te doen. Er waren twee groepen edelen die lagen flink met elkaar overhoop. Dat waren de Hoeken en de Kabeljauwen. Ik kan u daar een heel lang verhaal over vertellen, maar ik zal me beperken tot hetgene dat echt van belang is. En dat was dat een aantal edelen wilden Willem de Vijfde en zijn moeder Margaretha tegen elkaar opzetten. Willem de Vijfde werd gesteund door de Kabeljauwen en zijn moeder door de Hoeken. Jan van Schaffelaar
was ruiteraanvoerder van het leger en hij koos de kant van de kabeljauw. Op 16 juli 1482 besloot hij om met 20 man de toren van Barneveld, de oude kerk, daar de toren van hier in Barneveld, daar schuin achter, om die te beklimmen en te bezetten. De hoeken waren het daar niet mee eens. Die kwamen al gauw uit Nijkerk en Amersfoort en de kerk werd beschoten. Een aantal kabeljauwen overleefden het niet, maar een aantal ook wel. En die zetten de onderhandeling in. Maar de hoeken die waren het daar weer niet helemaal mee eens. Die zeiden namelijk, oké, we kunnen eruit komen mits jullie legeraanvoerder van de toren wordt geduwd door jullie zelf. En Jan van Schaffelaar hield de eer bij zichzelf. En die deed een heldendaad. Maar voordat hij dat zei, voordat hij dat deed, zei hij dit. Lieve gezellen, ik moet sterven. Ik zal u in geen last brengen. Van Schaffelaar sprong van de toren. Hij overleefde de val, maar werd in werkelijkheid beneden gedood. Maar wat nou als dat niet was gebeurd? Wat nou als Van Schaffelaar de afgelopen eeuwen aan muziek had meegemaakt? En ook de afgelopen 40 jaar hier de muziek van de muziekschool met ons had kunnen vieren? In Barneveld had hij dat dan dus allemaal kunnen doen, tot aan de dag van vandaag. En vanavond gaan wij deze onwerkelijke tijdsreis met elkaar bewandelen. En dat noemen we Jan en Aleid reizen door de tijd. Van Jan is onbekend waar hij werd geboren. Maar dat het een Barneveldse held is, dat is zeker. En misschien is hij wel even trots op Barneveld als Adele dat is op haar Tottenham in Londen. Everybody taking different sides.
applaus voor Laura van Dijken, de harpiste en de celliste. Geef ze nog een groot applaus. We vervolgen onze onwerkelijke muzikale tour door de historie. We waren in de Stichtse Oorlog, ook wel de Tweede Utrechtse Oorlog genoemd. Tussen die hoeken en die kabeljauwen waar ik zojuist over verteld. We weten eigenlijk helemaal niet precies wanneer Jan van Schaffelaar zich bij de kabeljauwen heeft gevoegd. Het zou kunnen zijn met de start van die oorlog. De start was het moment dat nadat de hoeken de hertog van Utrecht, David van Bourgondië, hadden verjaagd. Toen bedachten de kabeljauwen, dan gaan wij de Utrechtse bevolking uithongeren. Maar dat vonden de hoeken weer niet zo'n goed idee, want hun hertog Johan van Kleef, of Jan de Tweede van Kleef, die besloot voedsel richting de stad te brengen. Maar dat vonden de kabeljauwen weer niet zo'n goed idee. En die probeerden al die transporten te onderscheppen. Heel aannemelijk is dat Jan van Schaffelaar bij al deze momenten erbij is geweest. Maar een kroniek, een Utrechtse kroniek uit die tijd, die laat eigenlijk open of Jan van Schaffelaar zich misschien pas in Barneveld bij de troepen heeft gevoegd. Ben ik hard weggerend. Ik beklom mijn paard en ben in galop naar kasteel Roosendaal gevlucht. In Roosendaal, alwaar mijn vrouw Aleid op mij wacht. De liefde van mijn leven. Ach, ik ben al tijden onrustig. Ik heb doodangsten uitgestaan. Als aanvoerder ben je niet alleen kopstuk, maar ook geschiedschrijf. Jan was zo dapper dat hij zich heeft opgeofferd en is gesprongen. Ik zal hem met al mijn liefde verzorgen, zodat we terug kunnen naar onze boerderij in Leusden. Kom. Thank you.
de pianiste. We vervolgen ons verhaal. We weten eigenlijk maar heel weinig over Jan van Schaffelaar. Ja, hij was een kabeljauwse ruiteraanvoerder. Het was een man van de opstand. Hij heeft gevochten in de Stichtse Oorlog. En hij had nog vele jaren doorgevochten als hij niet was gedood. En die veronderstelling gaan we door. Want we zijn enkele jaren nadat die Stichtse Oorlog werd beëindigd. Na vele opstanden. Vijf jaar geleden, 3 september 1483, hebben wij het vredesakkoord ondertekend tussen de Hoeken en de Kabeljauwen. Onder toeziend oog van Maximiliaan van Oostenrijk. Ja. David van Bourgondië is weer herzien als van de Utrecht, de maatschappij van Utrecht. Deze David van Bourgondië, zoals Jan van Schaffelaar vertelt, is hersteld als bisschop van Utrecht. Maar alsnog is het de laatste jaren rommelig in de Lage Landen. We komen aan in 1488. Er brak een nieuwe periode aan van conflicten. En deze zijn later bekend geworden als de 2 jaar durende Jonker-Franse Oorlog. Want dat waren zij ook. Groot applaus voor de slagwerkgroep. Ja. Na de oorlog kwam er een tijd van rust en genieten van deze prachtige omgeving. En natuurlijk van onze prachtige dochter Wendelmoed. Jaren geleden hebben wij onze boerderij gegeven in Leusden. Ja, dan moet het toch heel even volledig zijn. Ik ga nu namelijk uit van het verhaal dat Jan van Schaffelaar is getrouwd met Aleid van Schaffelaar en niet met Lijsbeth van Schaffelaar. Zij is namelijk getrouwd met Jan van Domselaar, waar de autogarage hier onder de hoek naar is vernoemd. En er is dus wat twijfel of
van Domselaar misschien dezelfde persoon is als van Schaffelaar. Het is namelijk zo dat Jan van Domselaar lag begraven in de Oude Kerk, maar er schijnt een beetje te zijn gehusteld met enkele graven. Dus de geschiedkundigen zijn het er niet helemaal over eens, zijn zij nou dezelfde of niet? In dat nieuwe geval zou Wendelmoet namelijk nu 24 jaar oud zijn. Maar ja, dan moeten we ons hele verhaal van deze avond eigenlijk weer opnieuw gaan beginnen. Dan zouden we dit hele concert ook opnieuw kunnen beginnen. Nou, dat gaan we niet doen. Dus in het nieuwe geval, of in het oude geval, het originele verhaal, zijn we bij Wendelmoet van Schaffelaar. En zij zit nu midden in de puberteit. Inmiddels is onze dochter 15 jaar. Het waren roerige tijden met al die conflicten, maar nu kunnen we lekker van elkaar genieten. En dat doen ze. En er zijn hier twee prachtige dames en we geven ze nu alvast een applaus. Onze homo-solisten. Een sprong in de tijd. Want in de 16e eeuw kon Van Schaffelaar natuurlijk niet achterblijven tijdens de reformatie. En deze werd in 1517 ingezet en uiteindelijk werden in Barneveld alle katholieken verdreven door de protestanten. Het koor en het orkest spelen de Conquest of Paradise met prachtige Latijnse teksten. Nou ja, pseudo-Latijn dan. Het lijkt een Latijn, maar het staat nergens op. Er is wel ooit een mooie Nederlandse vertaling gemaakt van het refrein, waarin staat: kom, open je hart, reik naar de sterren, vertrouw in je eigen kracht. Nu, hier op deze plek, hier op deze aarde, dit is het uur. Thank you.
Symfonieorkest of Paradise. Met het orkest onder leiding van Menno Smallenbroek. En in het bijzonder achterin ziet u het klassieke koor Valerius onder leiding van Hanneke van Dijk. En daarbij is het gelegenheidskoor, het jubileum. We gaan verder in het verhaal. Want Barneveld werd steeds meer een gevestigd dorp in een krachtige protestantse regio. Maar denk ook eens aan Wendelmoed, die al die tijd moest leven met het strijdlustige karakter van haar vader. Ze woonden een beetje afgelegen van de maatschappij in Leusden. In hun boerderij kwamen niet veel buiten. Sorry. Maar ja, Van Schaffelaar had natuurlijk ook niet heel veel vrienden gemaakt met zijn strijdlustige karakter. Dus we wanen ons heel even naar de hooizolder van die boerderij, waar Wendelmoed van zich afschrijft. Thank you.
muziek van Heiko Villalobos. Speelde gitarist André van Gint op deze show. Uw terechte applaus. En we volgen Wendelmoed. Wendelmoed heeft van zich afgeschreven op de hooizolder van de boerderij in Leusden. Deze boerderij is officieel in 1486 in een akte overgedragen aan Wendelmoed van Schaffelaar. U kunt de papieren erop nakijken. En achter haar aan volgt het dwarsfluitensemble. En ze hebben nog niet gespeeld, maar toch zou het leuk zijn als u ze ontvangt met een warm applaus.
Fluitensemble onder leiding van Thijs Meijer. We gaan ruimte maken op dit grote podium. Want achter Wendel moet aan, komt het panfluitensemble. Ze volgen nog even het hoofd en het leven van Wendelmoed van Schaffelen, die kennelijk fluitend door het leven gaat. Grote applaus voor het panfluitensemble met Farandole van Bizet onder leiding van Jeanette van Atten. En op piano en hij is reeds gevlucht Hans-Erik Dijkstra. We vervolgen ons verhaal in de tijd. Wat jij hier, €5? Wie maakt me blij die ik op ten ei? Wie maakt me los? €5? Euro's. 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 Jazeker. Guldens, stuivers, penningen. Oh ja, 5 schillingen voor eitjes. Wie wil er een eitje 5 schillingen? Wat moet je nou met eieren in pannenveld? Noten! Noten. Pinda's. Pinda's, amandelen, cashewnoten, muzieknoten. Dat is pas verkwikkend. Ik heb hele noten, halve noten, kwartnoten. Dat is pas gezond. Daar krijg je pas mooie muziek van. Oh, u wilt er een eitje 5 schellingen, jongens. Noten! Muzieknoten! De Gouden Eeuw breekt aan. En Van Schaffelaar die vermomde zich als pluimveehandelaar. De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die min of meer samenviel met de 17e eeuw. En in die Gouden Eeuw, de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden, maakte die door op het gebied van handel, wetenschap en kunsten. En kende gouden jaren in de pluimveehouderij. Want stiekem bleek Jan van Schaffelaar de beginneling met de kippen in Barneveld. De eieren. De kip, het ei. Nou goed, in ieder geval. Toch voelde Jan zich als een vreemde eend in de bijt. Thank you.
accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Van de 17e eeuw. Die begon namelijk met een soort economische neergang. De Gouden Eeuw was over de hoogtepunten heen. Misschien begon dat al wel met de Hollandse Oorlog. Want ondanks dat de eerste jaren de Republiek de Franse en de Engelse vloten wisten af te weren, was 1672 een rampjaar. Want alle militaire kosten liepen hoog. Lodewijk XIV van Frankrijk viel de zuidelijke Nederlanden binnen. Het is een zware tijd. Thank you.
Time van Hans Zimmer. Vertolkt door het orkest onder leiding van Menne en het koor Valerius. We maken een sprong in de tijd. We slaan de 9-jarige oorlog over, als ook de Spaanse successieoorlog. Al die conflicten. Jan en Aleid zijn toe aan vertier en een beetje plezier in het leven. En we krijgen Meline Adams en Peter Stitselaar. Ook wel Alfredo en Violetta. Uit de bekende opera La Traviata van Verdi. En zij zingen het drinklied Libiamo. We zijn in 1853. We vieren het feest in Violetta's huis. En het koor, dat zijn de aanwezigen. Laten we de 19e eeuw achter ons en we komen steeds een stapje dichter bij het huis. Ja, er is veel gebeurd in de afgelopen eeuw en Jan en Aleid hebben overal op toegezien. De broeders White bouwden het eerste vliegtuig. De eerste wereldoorlog voorbij. Hé, Jan, hou het nou even gezellig. We kregen radio, zwart-wit televisie en later ook nog eens in kleur. Tweede wereldoorlog voorbij. Hé, Jan, wat zeg ik nou?
We kregen zoveel mooie muziek. Simon Garfunkel, de Eagles, de Beatles. You too. Van Schabbelaar. Nou, sorry. Goed. De drie J's? Menne. De drie J's. Menne, zou jij een einde willen maken in deze discussie? De drie J's. Wat nou als Van Schaffelaar ook deze tijd had meegemaakt? En dat hij de muziek van vroeger en van nu samen zou laten komen? Mag ik een groot applaus voor onze DJ Bram? U hoort als slotstuk, en dus laatste nummer van deze avond, Adagio for Strings. Een compositie van de Amerikaanse componist Samuel Barber in een modern jasje.
Wauw. Nogmaals een groot applaus voor onze DJ. En natuurlijk voor ons orkest onder leiding van Mennis Smallebroek. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze avond. En als we kijken naar het podium, wie zien we hier dan allemaal? Ik ga het opnoemen en u mag klappen. Een groot applaus voor het Barnevelds Jeugdorkest, Saxus, Plugin, Slagwerk hebben we vanavond gezien. Pianisten, panfluitensemble, Valerius, een superleerkoor en het dwarsfluitensemble. En dan zou ik het leukste vinden, en ik heb er net een paar opgenoemd, dat ze ook allemaal naar het podium toe komen. Maar ik weet dat een aantal van jullie is al in het publiek gaan zitten. Maar toch, onze pianisten, waar zijn ze? Je hoeft je instrument niet mee te nemen, die staat nog hier. Daar komen ze aan, mag ik een groot applaus voor hun optreden met He's a Pirate, ook van Hans Zimmer. De pianisten van vanavond. Jullie mogen heel even gaan staan. Uw applaus voor Valerius. Met Karimo, Melina Adams en Peter Stitsenaar. Dank jullie wel voor jullie optreden bij 33 Juliana. En dan zien ze al op het podium staan. Jullie mogen even naar binnen komen lopen. Speciaal voor deze gelegenheid terug in de tijd gestapt. Rosa van der Beek als Aleid van Schaffelaar. René van der Mark als Jan van Schaffelaar. En Anouk Florijn als Wendelhoed. Jullie mogen even door. Ja, het slagwerk is voor een groot deel opgeruimd. Maar wat hebben we van ze genoten? Een klein beetje oorverdovend applaus. Dit keer nogmaals voor de slagwerkgroep. Solisten van vanavond, eentje ervan staat hier op de hoek, Bram van der Born. En twee maanden links vandaag, Laura van Dijk. En daar is onze gitarist, André van Ginkel. En ze zijn een klein beetje verstopt, maar waar de solisten van vanavond? Marlou en Sascha, de hoboïsten. En jullie moeten springen. Dank jullie wel. Ja, en ook weer een beetje een bijzondere solist vanavond, de directeur van de muziekschool Barneveld, Ferdy Schukking.
Je hebt een eigen microfoon, zie ik, dus... Ik dacht, die neem ik bij me mee. Ja, goed, ik dacht, maak het ook. Hoe kijk je nou terug op deze avond? Het slotstuk van de afgelopen 3 avonden, het slotstuk van dit muzikale festival. Tja, ik ben gewoon sprakeloos. Dit is nou, zo... Nou hadden we heel lang vast. Ja, dit is zo mooi. Ja? Dit is zo fantastisch. En niet alleen vandaag, want we hebben natuurlijk, dit is de laatste avond van dit fantastische festival. Kijk, we zijn daar een jaar geleden zijn we daarmee begonnen. En ik, heel eerlijk gezegd, ik wist niet wat ik me op mijn hals hou. Dit vergt zoveel van de mensen van de organisatie van, om alles te regelen. En het is zo mooi geweest. Het weer zat gelukkig mee. We hadden donderdag. 375 kinderen op het podium met scholen en alle amateurorkesten. Er waren ontzettend veel mensen die gehoord hebben hoe wij al zo lang op de scholen, al 6-7 jaar lang, op de scholen muziekles geven. En dan zie je zoiets als dit op het 40 jaar bestaan. Barneveld, bedankt. En vooral bedankt Gert Bomhoff. Even een klein stukje applaus voor. Dat is de drijvende kracht achter ons, onze activiteiten in het onderwijs. En we gaan ermee door, hè? We gaan verbreden, we gaan nog veel meer dingen doen in het onderwijs. Want het is heel belangrijk dat die kinderen al van jongs af aan met muziek in aanraking komen. En je ziet het resultaat, oh, die kinderen, dat is prachtig. En naast Gert hebben jullie dit mogelijk gemaakt, kunnen maken door een heleboel mensen en partijen. Kun je een paar uitlichten? Ja, VSB-fonds. Heeft bijgedragen, Jan van Schaffelaarfonds, ook de gemeente natuurlijk. En een heleboel sponsoren die je daar die je op zit hangen. Dus dat is ook heel fijn en heel goed dat we die middelen krijgen om zoiets mogelijk te maken. Ik wil nog heel even zeggen, want gisteravond hadden we hier de plug-in avond. En dat was ook fantastisch, omdat dat een hele andere... Kijk, Muziekschool Barneveld is voor iedereen, of je nou van klassiek of lichte muziek houdt. Het is voor iedereen, is het jong, oud, beginnend, amateur, professional. Het kan allemaal op één podium. En gisteravond hadden wij allerlei popbandjes hier. En degene die dat georganiseerd heeft, applaus voor Kjell. Wat we hier een jaar mee georganiseerd hebben, die wil ik eigenlijk ook even graag in het zonnetje zetten. Want dat waren, even kijken, Petra. Kom maar even snel naar deze kant op. Van Katie. En Marco. Marco, dat is Marco. Ja. Marco, heel goed. En Melle natuurlijk, want Melle staat daar als dirigent. Dat was ons team waar we eigenlijk al hun vrije tijd en ik heb ze nog nooit zoveel op de muziekschool gezien. En dat is terecht, want dit is zo groot en dit is zo mooi en dit is zo verdiend voor Barneveld 40 jaar muziekschool. Wij trakteren jullie op fantastische 3 dagen en ik ben daar heel trots op. En ik vind het fijn dat jullie met z'n allen zo massaal gekomen zijn. Gisteren, eergisteren en vandaag weer. Groot applaus voor u, voor uw komst. Heb ik een lijstje met mensen die we absoluut niet mogen vergeten. En die ga ik in 1 keer opnoemen en daarna mag u hard voor ze klappen. Dat zijn natuurlijk alle docenten, alle spelers, alle orkesten, de mensen van Geluid en Licht, Rick en Martijn. De sponsoren die we net niet genoemd hebben, maar er wel waren. Auke en Erik, die hier de afgelopen dagen ongelooflijk hard aan het beheer hebben gewerkt. Alle vrijwilligers, EHBO, het theater voor hun medewerking, de beveiliging. En natuurlijk u voor uw komst. 1 groot applaus voor hen. En natuurlijk, dames en heren, wie heeft er allemaal voor gezorgd dat het zo soepel liep? Dat is onze regisseur Kevin. Applaus voor Kevin. Dank jullie wel. Freddy. Ik denk dat het mooi is om het podium weer een beetje vrij te maken. Laten we het popcorn staan. Oké. Okay. Kunnen we dan nog besluiten met 1 extra optreden als het echte slotstuk van deze avond? Is het mogelijk, Menne? Het moet kunnen. Het laatste optreden van deze avond. De afsluiting.
afsluiter van dit muzikale festival. Hier zijn ze met Brand New Day. Neem die mee naar huis, die is voor jullie. En voor u, blijf nog even, drink een drankje, eet wat lekkers. En we hopen u heel graag binnenkort weer te zien. Dank u wel en veilig thuis.